Zo. Wij zijn weer thuis. Hehe. Een hele goede morgen. Ja, welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn net naar de winkel geweest. En ja. En wij gaan nu het fruitapje doen. Jordi is inmiddels naar bedje geweest en hij is net wakker. Ja! Je bent wakker. Heb je lekker geslapen? Oh, wat een uitrekken. En scheetjes laten. Hey. Ik ga hem heel eventjes uit bed halen en knuffelen. Hij is iets vroeger wakker als normaal, maar hij is wel vrolijk. Ja, je bent wel vrolijk, hè? Dus dat gaan we doen. Papa is weer thuis. En papa heb ik gelijk aan het werk gezet, want dan kan papa even Jordi eten geven. Hallo. En die twee hebben weer een discussie. Jongen. Dat gaat altijd zo met die twee. Echt een gesprek op niveau. Het slaapt. En het snurkt. Lijkt op zijn papa. Een hele goede middag. Gisteravond zijn wij gewoon op tijd lekker naar bed gegaan. En vanochtend had ik gewoon weg geen puf om de camera erbij te pakken. Het is gewoon een normaal routine ding geweest. Wat we vanochtend hebben gedaan. Hè? En dan heb je alweer geslapen en ben je wakker? Ja! Hallo. Heb je lekker geslapen? Heb je lekker geslapen? Goed van jou. Had jij goed geslapen? Laat jij scheetjes? Volgens mij waren het meer als scheetjes. Dat is lekker, hè? Lekker een scheetje laten. Papa doet dat ook. Ja.
Oh, ik hou van mijn lachen, Becky. Wat? Oké. Okay. Ik ga hem lekker even uit bedje halen. Even kroelen met hem. En ja. Ga ik soepje geven? Ja. Lekker stuk. Ik ga hem ook even opeten, want ik vind het lekker stuk. Zo, wij zitten in de auto. En we gaan op weg naar vrienden. En Jordi is gezellig mee. En Jordi? Ja! Zijn we alweer thuis. Dus was gezellig, toch? Ja. Ja. Was lekker voor ons gekookt. Ja, we hadden goed hun best gedaan. Zelfs een toetje erbij. Ja. En jullie ligt inmiddels in bed. Had goed volgehouden, toch? Mm-hmm. En flink gepoept. En flink gepoept daar. Dat is ook nog een dingetje, hoor. Want sommige mensen die nog geen ouders zijn... zoals die jongen die zei op een gegeven moment poeh. Maar ja, Jordi die poept heel de dag door in principe beetjes. Dus maar nou had hij echt twee flinke luiers. Had hij mooi twee flinke mooie luiers, ja. En ja, wij gaan ook zo lekker slapen. En ja, alvast wel trusten. Wel trusten. Ja. Dan zeggen we goedemiddag. Dan zeggen we er ook bij dat mama nog niet echt gevlogd heeft. Ja, mijn mama die is de hele tijd bezig geweest. Hij heeft jouw kamertje helemaal schoongemaakt. Een grote schoonmaakbeurt gegeven. En de slaapkamer van papa en mama heeft zijn grote schoonmaakbeurt gegeven. En de logeerkamer heeft ze schoongemaakt. Maar die wordt in de komende tijd veranderd, dus die hoef ik niet zo heel goed schoon te maken. En de overloop heb ik helemaal schoongemaakt. En nou moet ik alleen nog de douche doen, maar die doe ik van de week even. En ja, dus ik heb eigenlijk een heel groot deel niet gefilmd vandaag. En Niels die heeft eigenlijk vandaag papa gespeeld. En die is lekker met Jordi bezig geweest de hele tijd. Hé jongen? Ja! Ben je blij, baby? Ja! Voor ons is Jordi nog steeds ons babytje. Hé jongen? Ja! Is hij lekker, de helikopter? Nu is de overloop heel eventjes aan het drogen. En dan ga ik zo dadelijk even kleedje voor Jordi pakken. En mezelf aankleden. En dan gaan we heel eventjes naar de winkel, hè? Ja, hè, schatje? Oh ja, mama moet je ook vasthouden dus. Jij, maar dit is niet goed voor je bril. Ja, het is niet goed voor je bril. Ik hou wel van jou, hoor. Verventje. Ja.
Dus een blije Jordi. Ja! Nou, ik ga nog heel eventjes verder. En dan, ja. Zit de zondag er denk ik al wel weer bijna op. Maar goed, hè. Nou. Ja. Jordi klaar om naar bedje te gaan, hè? Ja. Had je lekker nog gespeeld? Oké. Had je nog lekker gespeeld? Papa gaat jou pakken. Oh, papa gaat jou pakken. Maar ik lig zo lekker bij mama, zeg maar. Hoppakee. Ja. Papa moet die rits ook nog dichtmaken, schatje. Hé, boeboe. Hé, boe. Wel goed dichtmaken, papa. Ja, mama. Het gaat weer niet snel genoeg voor, meneertje. Dan gaat hij lekker flesje doen. En lekker slaapie. En dan gaan papa en mama zo dadelijk hier beneden nog even aan de gang. Zodat ik morgen lekker mijn ding kan doen. En het ziekenhuis met Jordi in kan. Want ik heb morgenochtend een ziekenhuisochtend met hem. Jordi ligt uiteindelijk lekker te slapen. Ik had hem wakker in zijn bedje gelegd. Maar ja, nou een uur of anderhalf horen we hem niet meer spelen. Nee. Ik heb ook net nog hier beneden alles gepoetst. Dus heb ik boven alles gepoetst, beneden alles gepoetst. Dus het huis is weer schoon. Ik had opruimwoede, poetswoede. We hebben samen gestofzuigd en gedweld. Ja, Niels die kreeg voor mij ook een paar klusjes, want anders werd het gewoon veel te veel. Maar goed, ik ga deze ups en downs ook nu afsluiten. En deze ga ik nu ook gelijk editen. Want dan kan die morgen op tijd online staan, want ik ben bang dat ik het misschien net niet ga redden met alles. Dus bij deze gaan we de vlog ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En alvast welterusten. En tot de volgende. Welterusten.